Het is weer maandagavond en ik mag weer naar school. Dat wil zeggen naar Piers 10 College hier in Bladel. Want daar mag ik de docent assisteren bij de les aan mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Vanuit Taalkracht worden deze lessen gratis aangeboden. En we hopen middels dit filmpje mensen over de drempel te krijgen, want er blijken toch nog heel veel mensen laaggeletterd te zijn. Ik zit hier gezellig naast Hans Jansen op de bank. Hans, wat is jouw rol binnen Taalkracht? Ik ben dus het eerste aanspreekpunt voor mensen die moeite hebben met allerlei zaken rondom lezen, schrijven, maar ook formulieren invullen, computeren, omgang met de telefoon. En dat kunnen grote vragen zijn, dat kunnen kleine vragen zijn. Maar mensen die moeite hebben met die vaardigheden, die kunnen eigenlijk bij mij terecht. En dan ga ik kijken wat het beste bij die mensen past. Dat kan bijvoorbeeld een les zijn zoals hier gegeven wordt. Maar we kunnen ook kijken of dat er samen met vrijwilligers, of dat we wat meer op de persoon zelf gericht iets kunnen geven. En wat eigenlijk het beste bij hen past, dat ga ik samen met die mensen uitzoeken. Pieter Abrahams, docent bij Taalkracht voor taalvaardigheid voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Wat is jouw taak daar precies in? Nou, in eerste instantie is mijn taak om goed te luisteren naar wat zij willen. Dus wat zij willen leren aan taalvaardigheden. En dat kan zijn begrijpend lezen, dat kan zijn woordenschatvergroting, kan zijn spreekvaardigheid, het omgaan met appjes of een mail sturen. En daarmee ga ik aan de slag in de lessen. We hebben elke week drie onderwerpen. Die kun je hieronder zien. Grote vergadering over het klimaat, het bos met drugsafval en melk beschieten in plaats van vuurwerk. Melk beschieten, dat kennen wij eigenlijk onder een ander woord. Onder welk woord kennen wij melk beschieten? Dankjewel Marcel, dat staat hier ook. Hè? Dus melkbus schieten, dat kennen wij eigenlijk nog van vroeger. Dat was los schieten. Nou, nieuws van de week die gaat erover, dus daar gaan we even naar kijken. Dat gaan we nou even doen. Het melkbus schieten in Kampen is op een speciale lijst gekomen. Daarop staan allemaal Nederlandse gewoontes. Melkbus schieten gaat zo. En als alles goed is, dan zetten we ons haken tegen de bus. Pakken we ons aansteker en steken we hem aan. Dit melkbus schieten doen mensen op heel veel plekken in Nederland op 31 december. Dus nu heb ik het gezien. Heeft er iemand een vraag over dit stukje van nieuws van de week? Dat was heel duidelijk, denk ik. Hè? Marcel? Ik zag wel dat ze een broek pakten die ze nat maakte. Dat hij eigenlijk de deksel niet zo ver wegschoot. En daar heb ik zelf nooit niet meegemaakt. Maar is het nou op een ouderwetse manier dan? Op een ouderwetse manier of is het nou zoals ze het nu doen? Volgens dat ik mijn vader begreep, deden ze eigenlijk alleen de deksel op de kan en dan schieten. Dus de deksel die vloog eigenlijk veel verder weg. Ja. Want het ging niet alleen over de deksel wegschieten, Gerard. Tegenwoordig doen ze het ook met hun. Wat stoppen ze dan in de opening van de melkbus? Ja, een zakromeen deden ze vroeger ook. Maar tegenwoordig toch ook wel eens een bal. En dan proberen ze die bal zo ver mogelijk. Ja, zo ver mogelijk weg te schieten. Hey, ze hebben het over een traditie. Dat staat hier ook, hè? Traditie. Die hebben ze ook verteld in de uitzending. Wat is een traditie? Margie, wat is een traditie? Ja, iets wat altijd gebeurt, hè? Dus waar een ritme in zit. Het is bijna kerstmis. Is een boom, een kerstboom in de huiskamer, is dat een traditie? In december, een kerstboom in de huiskamer? Ik denk het wel. Ja, bij jou denk ik ook, Gerard. Bij mij ook, volgens mij. Toch, Thea, bij jou? Bij mij ook een traditie. Is het een traditie dat wij verjaardagen vieren met taart en cadeautjes? Is dat een traditie? Bij jou niet? Bij mij wel. Bij Thea ook. Maar dan weten we wat een traditie is. Hè? Iets wat elk jaar terugkomt.
Het melkbeschieten, het losschieten, komt dan op een Nederlandse lijst van tradities. Hoort die traditie bij onze Sinterklaascultuur, verjaardagscultuur? Oké, wat vind jij die aan? Nee, dat het op de lijst van de Nederlandse tradities komt. Ja? Oké. Okay. Dat is een goeie, hè? Anders zou dat verdwijnen. Anders zouden oude tradities die we al decennia lang hebben, al heel lang hebben, die zouden dan misschien verdwijnen. En zo blijven ze toch een beetje bestaan. Dan blijven ze toch een beetje in leven. Oké, okay, hartstikke mooi. We hebben het losschieten besproken met nieuws van de week. Ik wil dat jullie weer verder gaan met het zelfstandig werken. Marcel, jij gaat verder met lezen en schrijven. Nico, je gaat verder met woordenschatoefeningen. Kun je dit zo lezen? Marjan met begrijpend lezen. Schrijfoefeningen. Gerard ook met zijn lezen en schrijfboek. En Margie begrijpend lezen met hulp van vrijwilligers Thea. Zijn er nog vragen? Dan gaan we rustig aan de slag. Nou, omdat Ajax nog maar vast, dan weet ik het niet. En waar loop je vast? Ik loop hier vast. Nou. We maken in de les ook gebruik van de startkrant. Margie zal nu een stukje voorlezen en waarna er een paar vragen gesteld worden over dat artikel. In Budapest. Budapest. De atlete is vooral goed in hardlopen. Nee, er staat niet hardlopen. Hoorde lopen. Juist. Weet je wat dat is? Nee. Dan staan er van die paaltjes en dan moeten ze dan overheen springen. Oh ja. Tijdens het lopen. Ja. Hoorde lopen. Laat op het artikel over weerprijs voor Femke Bol. Wie is Femke Bol? Een atlete. Ja, heel goed. Een atlete. En welke prijs kreeg Femke? Van de WK. Ja, ze heeft twee keer hier. Oh, goud en op het WK. Ja, goud op het WK. En waar is Femke vooral goed in? In horde lopen, hè? Ja. Ik sta hier naast Diane Smulders, docent die de cursisten uitleg geeft over digitale vaardigheden. Kun je er iets meer over vertellen, Diane? Jazeker. Ik geef je digitale vaardigheden. En ja, hoe je het kunt bekijken is dat we eigenlijk maatwerk leveren. We hebben hier verschillende cursisten die diverse dingen doen. We hebben bijvoorbeeld een meneer die bezig is met Word. Die wil daar de basisvaardigheden van leren. Je kunt dan denken aan hoe sla je een bestand op. Hoe kun je het lettertype aanpassen. We hebben hier ook mensen die bijvoorbeeld mailtjes willen schrijven naar hun vrienden en kennissen. Nou, daar hebben ze wat extra hulp bij nodig. Hoe je nou het beste een mailtje opstelt. Voor sommigen van ons is dat vanzelfsprekend, maar voor anderen niet. En ja, ik bied ze daar hulp bij aan. En vraag ik ook aan mijn cursist van, hey, wat wil je in het mailtje schrijven? Waar moet het mailtje over gaan? Nou, en dan vertelt hij over wat erin moet staan. En moet bijvoorbeeld ook een aanhef bij in het mailtje. Nou ja, wie is de afzender? Dat verwerken we er allemaal netjes in. Wij hebben speciale sites waar we mee samenwerken. En onze cursisten kunnen zich daarvoor aanmelden en kunnen ze verschillende opdrachten uitvoeren. We hebben ook cursisten die oefenen voor het vak Nederlands. Nou, en dat is dan ook spreken, luisteren en lezen. En ik ondersteun ze daarbij. En dat gebeurt allemaal met behulp van de computer? Jazeker. En soms ook met de telefoon. Ik zit hier naast Harry Paridaans. En ik heb een artikel uit het Eindhoven Dagblad van 2012. Met als kop, veel verder dan aap, nood, mies. Er werd jou verteld dat als je met die cursus zou beginnen, dat je dan een leesplakje onder je neus geschoven zou krijgen. Ja.
Dat is niet gebeurd. Nee. Nee. Wat is er wel gebeurd? Toen kreeg ik een gesprek bij WWK, dat is nou terwijl Camper Plus geworden, van hadden ze even les weg bij Camper Plus van schrijven, lezen. En rekenen. Rekenen, ja. En hij heeft gewoon een jaar gezeten in baas, maar ik hoor er toch niks meer van. En een paar weken rand kreeg ik bericht thuis van meneer Paida. En ze gaan een intakegesprek uitvoeren van die lessen. En toen vroeg ze ook waarom, omdat ik vroeg ook moe was met leren. En bij ons thuis was niet leren, werken. Want ik was toen 18, dan ga ik werken. Ik heb wel mijn rijwijs gehad, met veel moeite en alles. En toen ben ik naar die cursus WWK, of bij Camp Plus gegaan, dat was een half jaar. Dat hebben ze een half jaar verlengd. Toen was het afgelopen, met daar nog een half jaar verlengd. En toen was het afgelopen, kreeg ze geen subsidie, geld meer voor. En toen heb ik gezegd van, wat de cliënten boos van, dat is weggooien geld. Ik kan nou de stekker in douwen, aan en uitzetten, een paar plaatjes of zo. En dat was alles. En toen heb ik tegen de lerares gezegd, Wilma, dat is nou jammer, weggooien geld. En er wordt er meer. En toen kwam een praat van, maandag zelfs werd in Issel ook lesgegeven, laptopcursus. Maar het is heel lang wachtlijst. Toen heb ik gezegd van, hoeft niet meer, laat me, het is goed geweest. En toen zei Wilma, toch, ik schrijf weer toch in. En toen ben ik naar Issel, naar de avondschool gegaan. En daar ga ik nou nog steeds naartoe. Maar we zitten hier achter jouw laptop. Top, ja, toen heb ik een laptop aangeschaft. Met leiding van de netzorg. En daar ben ik nou mee doorgaan en nu zit ik uit de laptop. En ik moet nog veel leren. En het is ook dat ik meer de tijd mee ga. En ook een nieuw mobiel, daar kun je ook heel veel op doen. Daar heb ik laatst ook nog 6 les gevolgd bij de netzorg op de Dolsbergen. Maar dan moet ik nog een keer 6 les gaan volgen om ook nog meer van te leren. Maar het gaat steeds beter, maar het wel tijd en kruid gekost. En wat heeft het jou opgeleverd? Ik kan nou mails wegsturen, ontvangen, iets opzoeken van campings en ja, meer dingen. En, maar ik hoorde jou ook net zeggen dat je naar Duitsland gaat. Ja. Komt dat door het feit dat je beter hebt leren lezen en schrijven, waardoor je meer zelfverzekerd bent, dat je ook het lef hebt om naar het buitenland te gaan? Ja, ja, dat is ook geruststeld en ook met mijn nieuw mobiel ook, want je bent verplicht om een telefoon bij je te hebben. Want als wij naar Duitsland naar de familie van de vrouw gaan, dan doen wij halverwege op een boerencamping overnachtingen. En dan komen we in die camping, die slagboom dicht, receptie, donker, en hangt 2 telefoonnummers op. Deur, een van die 2 nummers belden, en dan heb je al telefoon nodig. En dan belden, en dan zeggen hun familiepaar dat wij de slagboom open, en zoek bij plaats, en we zien morgen wel. Het geeft je dus meer vrijheid, ja. Ja, door deze cursus. Ja, en ook gerusteld, en ook mobiel telefoon, hè, ook voor als je onderweg met pech komt, ook, want ze zeggen ook wel eens tegen mensen, je duurt al ver weg, stel dat je daar stukken krijgt, ja, dan bel wij gewoon de AWB, ook in Duitsland, want dan geeft je elkaar van Nederlands taal. Ja, geweldig. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En zo zijn we weer aangekomen aan het einde van een lesavond aan mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of met de computer. Bent u nou geïnteresseerd of kent u mensen die hier ook problemen mee hebben? Neem dan contact op met ofwel Hans Jansen of Thea Tinga. Wij zijn heel graag bereid om nog verdere informatie te geven, uitleg te geven. U bent altijd welkom. We weten dat er veel mensen in de gemeente Bladel laaggeletterd zijn. En ik hoop dat u door het zien van dit filmpje die drempel durft te nemen en te zeggen, ja, dat wil ik ook.